De regering streeft naar een snelle overeenkomst met vakbonden over energieprijzen. President Santokki benadrukt dat de kostprijs draaglijk en in lijn moet zijn met IMF-afspraken. Er is een week tijd om concrete voorstellen te presenteren. De regering wil overstappen van objectsubsidie naar subjectsubsidie om zwakkere huishoudens te ondersteunen. De subsidies variëren van 85 SRD tot 400 SRD, afhankelijk van het verbruik. De energieautoriteit Suriname, EAS, meldt dat de tarieven geleidelijk met 7% per fase zullen stijgen. De vakbonden pleiten voor meer gebruik van hydro-energie om kosten te besparen. Het Hof van Justitie heeft op 27 mei de strafzaak in hoger beroep tegen A. Adin behandeld. Getuigen werden gehoord, waaronder een politieinspecteur en medewerkers van de Stichting Surinaamse Doven Belangen en het kabinet van de vicepresident. De volgende zitting is op 24 juni 2024. Het Hof behandelde daarnaast ook de strafzaak tegen G. Kromosuto, G. Hewaki, B. Jurgens, W. Sarjo, R. Putter en J. Den Berge, maar dan wel op 24 mei. Daarbij werd Jurgens verhoord. De volgende zitting is op 27 juni 2024 voor verhoren van Hewaki en Kromosuto. En de reactie op een verzoek tot bewijsuitsluiting in de zaak tegen Putter. Het ministerie van AWJ heeft landelijke computertrainingen voor jongeren in Brokopondo voortgezet. Minister McAndrew benadrukt het belang van educatie en digitale vaardigheden voor persoonlijke ontwikkeling. De training is kosteloos en wordt verzorgd door Jamata Education Center. Districtscommissaris Mendelssohn en jeugdzakendirecteur Mangru benadrukken het belang van educatie en bemoedigen de jongeren aan om actief deel te nemen.